Ja, Myron Modu, zojuist gespeeld, voor het eerst weer gespeeld in de voorbereiding. Hoe voelt dat? Ja, het voelt goed om terug te zijn. Natuurlijk begonnen met trainen met het team deze week. En dat voelt al goed. En dat, als je in het stadion kan spelen, ook al zijn er geen supporters, dat is jammer. Maar ik ben er weer, dus dat is lekker. Ik kan me toch wel voorstellen, hè? 3 oefenwedstrijden zijn er al gespeeld. Dan kan je niet meedoen, ja, dat dat wel een beetje pijn doet. Ja, tuurlijk. En als je ziet dat we ook 3 keer verliezen. En, op de manier waarop we spelen wel gewoon prima, maar we maken onze kansen niet af en de tegenstander maakt hun kansen wel af. Dus dat is wel jammer, ja. Hoe fit ben je nu? Ik denk dat ik op 80% zit. En, we hebben er volgens mij nog 2-3 wedstrijden voordat het serieus wordt. Dus dan kom ik vast wel op die 100%. Als we het hebben over de wedstrijd van vandaag, je hebt natuurlijk de eerste helft heb je gespeeld. Hoe kijk je daarop terug? Op zich in het begin een beetje slordig van onze kant, maar we pakten het goed op, kregen een paar kansen met Oussi, met Albert volgens mij. En, we spelen er soms gewoon leuk doorheen en kregen 1 kans tegen. Dus op zich wel een prima eerste helft, maar ik denk dat het nog beter kan. Ik stond langs de kant te filmen en ik dacht toch best wel vaak, jeetje, wat is het warm, hoe was het op het veld? Op het veld in het begin was het lastig ook met druk zetten. En, ja, het was best lastig, maar daarna... zet je die knop toch even om en voetbal je toch gewoon lekker doorheen. En, ja, het was nog steeds wel warm, maar het viel mee. Je hebt nu dus uiteindelijk 45 minuten gespeeld. Hoe lang heb je denk ik nog nodig om weer 90 minuten te kunnen spelen? Denk 2 wedstrijden of zo. 2 wedstrijden, dus dat moet wel goed komen. Als de volgende Champions League begint, dan sta je er waarschijnlijk ook weer. Dan sta ik ook weer, ja.